Ik las afgelopen week twee dingetjes. Beide te maken hebben met nieuws en de manier waarop mensen nieuws tot zich nemen. Dat vind ik heel belangrijk, omdat dat gewoon twee kleine revoluties aan de gang zijn. Aan de ene kant heb je het artikel van Erjan Fout, geschreven op zijn eigen site, dus Pro-blogger, en ook op de NRC natuurlijk naar buiten gebracht. NRC gaat een eigen start-up lanceren binnen het bedrijf. Erjan, samen met de voormalige chef internet, samen met twee collega's. Die gaan zich richten op het cureren van het internet. Het zoeken en vergaren van de juiste informatie en hoe mensen dat kunnen opslaan. Ik las zijn stuk en dat vond ik een opvallend stuk om te lezen. Zal ik zo even toelichten. Het andere stuk is inderdaad ook een grote mediaspeler. Misschien wel een van de grootste nieuwsspelers als het gaat om het brengen van nieuws. CNN, wat interesse had in de overname van Zeit eventueel. Wat weer de gepersonaliseerde lezer is op de iPad. En wat je eigenlijk ziet zijn twee kleine revoluties. Aan de ene kant heb je dus curatie, het naar voren schuiven van experts als het gaat om nieuwsvergaring. Maar aan de andere kant zie je de personalisatie. En ik vond het een heel opvallend gezicht om te zien dat in Nederland NRC kiest voor de curatiekant. Terwijl CNN dus inderdaad meer op de personalisatie gaat zitten. Als je kijkt naar de keuze van de NRC, wat me opviel in het stuk van Erjan, waar ik mijn hoofd over blijf breken, is hij omschrijft hoe hij tot deze keuzes gekomen, of hoe de filosofie achter zijn start-up is. Namelijk publicatie in de jaren 90. Het begin van het internet was vooral voor mensen die goed konden programmeren. We gaan een beetje terug naar Wilbert's stukje. Kon je goed programmeren, kon je een HTML-site in elkaar zetten en kon je op het net publiceren. Dat werd met het Web 2.0 en bloggen en alle makkelijke tools die we tegenwoordig hebben, kan iedereen publiceren. En dus is er volgens het stuk van Ernst Jan nu een overdaad aan informatie. En zijn er dus curators die in één keer een dagtaak hebben aan het brengen van de juiste informatie naar de mensen, experts. Hij noemt daarin Niels Abels bijvoorbeeld, die er nu even niet is, als het gaat om muziek. Hij noemt de mensen van de iPhone Club als het gaat om iPhone informatie. Die kennelijk een dagtaak hebben aan het cureren van die enorme stroom aan informatie die we tegenwoordig ons hebben. Wat ik daar het grappige aan vind, is zijn stuk vat hij samen met waarom zijn dat alleen die mensen. Want iedereen heeft expertise, dus iedereen moet kunnen cureren. En dat vond ik een heel opvallende keuze, want als iedereen kan cureren, dan is de waarde van curatie nul. Als iedereen een expert gaat worden op een bepaald stukje, dan is er... We gaan dus van informatie overload naar curatie overload, om het zo maar even te zeggen. Want iedereen kan tegenwoordig gaan cureren. Dat is een beetje de doel achter de start-up van de NRC, als je het in het artikel leest. En dat vind ik opvallend. En aan de andere kant heb je daar dus inderdaad Zeit, CNN, personalisatie van nieuws. We hadden het er zelf al samen even over, Erwin, van de week. Wat is het gevaar als Zeit over wordt genomen? Wat natuurlijk een hartstikke sympathieke en leuke app is nu op dit moment om gepersonaliseerd nieuws te ontvangen elke dag. Wat is het gevaar als CNN het overneemt? Toen hadden we het voornamelijk over commercieel en de invloed van de grote nieuwsspeler in de functionaliteiten van Zeit. Waar ik ook over nadenk is, wat gebeurt er op het moment dat, moet ik het even goed zeggen hoor, als het nieuws en gecureerd dan wel gepersonaliseerd wordt. En een belangrijk term is filterbubbel. We krijgen alles maar op maat en om ons heen. Typisch voorbeeld is Google. Als jij iets zoekt en Wilbert zoekt iets en ik zoek iets, dan krijgen we alle drie op dezelfde zoekterm verschillende resultaten. Omdat het allemaal gefilterd en gepersonaliseerd moet zijn. Dus als we dat ook met het nieuws gaan doen, wat is dan het gevaar als het gaat om nieuwsvergaring. Dus dat zijn twee artikelen, heel snel samengevat. Dutch ProBlogger, NRC, een nieuwe start-up en CNN, Zeit overname. Ja, dat zijn gewoon wel dingen die mij aan het denken hebben gezet deze week.